Excelsior haalde nog nooit de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Maar een wedstrijd in de Eredivisie Cup tegen Heerenveen die met 3-4 werd verloren in blessuretijd gaf in ieder geval wat moed voor deze avond. Eerste kans is ook voor Excelsior via de Brij. Maar daarna begint de ploeg van Pollak beter en beter te lopen. Voorzet. Met wat geluk voor de voeten van Dessing. Ja, er zaten wat lichaamsdelen van speelsters van Excelsior tussen. Die daar geen weet hadden van wat ze met de bal aan moesten. Wat geluk komt erbij kijken. Dessing kan afronden. Ze maakt er ook al eentje in de Eredivisie. Nu dus ook in de KNVB-beker. Dat geldt ook voor Jamie Ravensbergen. Binnen het half uur 0-2. Gedeeld clubtopscorer in de competitie met Gwyneth Hendricks. En zij verdubbelt de score. Potthoff voor de tweede keer verslagen. En dan creëert de ploeg van Mank ook nog maar bar weinig. In het restant van de eerste helft. Daar komt ADO weer met Dessing. Ravensbergen. Dat had zomaar tweede kunnen zijn. Misschien wel moeten. ADO is ongewijzigd. Zij wonnen met 3-1 in de Eredivisie Cup van Alkmaar. Daarin scoorde Ravensbergen ook al twee keer. Hier is ook nog Gwyneth Hendricks dichtbij een doelpunt. Mooie vrije trap. En de corner die daaruit volgt is ook niet ongevaarlijk als ze Piqué mist. Dit een goede beweging is. Van Verspaget, maar uiteindelijk geen afronding tussen de palen van Van Belen. Boshuizen, Van Belen. En de volgende grote kans, en ook deze had erin gemoeten van Dessing. Zo hadden de beide doelpuntenmaaksters er al meer dan één moeten maken. Maar de voorsprong is comfortabel tegen een zwak Excelsior. Dat ook in verdedigend opzicht steekjes laat vallen. Zoals hier met Kagenaar Dessing. Nou, dit is verdedigend gezien dan wel weer heel goed. De redding van Issa Potthoff. Noordam. Hendricks. Strakke voorzet. Ravensbergen wilde al uithalen. Dessing. Nou, als de tweede er niet in valt, dan geeft ze maar een assist. En is het Van Belen, die ook al een kans heeft gehad in deze wedstrijd, die ook een doelpuntje mag meepikken. 0-3, daar valt niets op af te dingen en dan is er nog meer dan een kwart wedstrijd te spelen. Sellies, ingevallen bij ADO. Schudt Van Erk van zich af. Vindt Van Belen. Tikje van haar is ook genoeg. Dan gaat hij er niet in. Maar uiteindelijk toch wel, Sellies. Ingevallen in minuut 80, doelpunt in minuut nummer 85. Zo snel kan het gaan vanavond in het Van Dongen en de Roosstadion. ADO gaat door, afgetekend met 0-4. De drievoudig winnaar van de KNVB-beker kan misschien wel een vierde aan het totaal gaan toevoegen.